Ik begon in groep 4 met de basisschool en ik leerde het binnen een half jaar, de Nederlandse taal. En de Nederlandse cultuur nam ik heel makkelijk over. Tot groep 8 merkte ik niet dat ik anders was dan de rest van de kinderen. Maar eenmaal ik het begon te beseffen, vooral in groep 8, dat ik ongedocumenteerd was. En dat betekende dat je heel anders was dan de rest. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea. Na het VWO wou ik verder studeren, maar dat lukte niet, want ik heb niet de juiste papieren. Ook al ben ik ongedocumenteerd hier in Nederland, probeer ik er wel het beste van te maken. Ik doe bijvoorbeeld heel veel vrijwilligerswerk en zoals bijvoorbeeld ik ben ambassadeur van de Anne Frank Huis en daardoor ben ik ook in contact gekomen met Humanity in Action en daarbij help ik ook bij projecten. Ik ben altijd wel bezig geweest met extra dingen. Daardoor leer ik ook mijzelf te ontwikkelen. We hebben ook het kinderpardon geprobeerd, waarvoor we in aanmerking kwamen, maar daarvoor zijn we ook afgewezen. En we zitten op dit moment in een hele moeilijke situatie, want ze willen ons terugsturen naar Chili. Maar ik zie mezelf niet in Chili, want ook niet studeren, want ik ben helemaal Nederlands. Ik ken het land niet waar ik naar terug word gestuurd. Want in al deze jaren dat ik hier in Nederland woon, ben ik nergens anders meer geweest. Ik ben ook nooit op vakantie geweest in een ander land. Ik heb er heel veel moeite in gestopt om naar de universiteit te gaan. Met eerst de MAVO goed afronden, dan de HAVO en daarna het VWO. Ik wil heel graag studeren. Het is het enige wat ik wil. En net zoals elke Nederlandse student hier in Nederland de ervaring hebben van studeren.